Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Watch Dogs 2. Ik sta hierboven bij een billboard bij Lombard Street. En ik denk dat je, als je Lombard Street je niks zegt, je dit wel herkent. Het is namelijk super bekend in San Francisco. En het ziet er heel erg vet uit. Ik vind het wel een beetje zinloos. Waarom is het niet gewoon rechtuit zoals alle andere wegen hier? Maar toen maar, missie is daar een bepaalde betekenis voor. Ik heb er nooit achter gezocht. Dus missie weet iemand in de comments. Wees vrij om het te melden. Voor de rest gaan wij Home Sweet Home doen. Dat is een missie met Ranch. Dus dat gaat heel erg gezellig worden. En waarom ik hier start is omdat wij zometeen een kraan moeten gebruiken om hiervan af te komen. Ik moest die ook gebruiken om hier überhaupt boven te komen. Maar zo heel spannend is de kraan niet. Het klinkt heel leuk en heel vet, maar het valt eigenlijk wel een beetje tegen. Volgens mij kun je ook niet bovenop de kraan staan. Maar je kunt alleen dit bakje gebruiken. Dus dat maakt het al heel wat minder interessant. Maar alsnog, ik moet natuurlijk naar beneden toe. Dus gaan we dat even regelen. Verkeerde touch. Deze. En dan kun je gewoon ronddraaien. Je kunt je overal neerzetten. Dat werkt in principe wel goed. Dus even kijken waar wij willen gaan staan. Ik vind het prima. Zet mij hier maar mooi in het midden van de straat af. Ik vind het helemaal prima. Dank u. Mooie landing ook. Nou, that's it. Dat is de kraan. Zo heel spannend is het dus niet, maar het ziet er wel heel erg vet uit. Dat je hem überhaupt kunt besturen is ook wel heel erg awesome. En... wow! En je kunt er dus hele vette dingen mee doen als AI-auto's erin rijden. What the fuck, game? Wat was dat? Ging niet erg best, of wel dan? Dat was zo vet en zo vaag. Holy crap, waarom ligt er iemand op de grond? Nou ja, maakt het niet uit. Dat was zo cool. Maar ja, ik zal naar Ranch toe gaan en dan zie ik jullie daar wel weer. Nou, daar zijn we dan. Dus even kijken wat Ranch van ons wil. Yo, Ranch. Yo, M. Damn, man. I hope you kept the receipts. Hey, yo. Check out this fuck stick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. Dead sec. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo. He called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. Yeah, that's why I've been trying to crack 2.0. There's just one little problem. What? Here, hold this. Stand back. Great. Chip! It's a little hard to get out. Look, there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the capitalist guide to forced obsolescence. But luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh zero day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells home how to cock block us. You've got a weird relationship with technology. You know that, right? Dat masker van hem is echt zo fucking vet. Ik weet niet wat het is, maar ik vind dat masker echt zo cool. Gewoon met die simpele icoontjes erop. Zo awesome. Maar ja, we zullen eens even kijken dan wat die pre-order is. En dan zijn we dan bij Home Electronics. Als het goed is, is hier informatie te vinden over de pre-order. En waar wij dus de producten kunnen jatten. Dus moeten we eens even binnenkijken. En daarboven is een ruit open. En daar ook. Even die kant op lopen.
Daar ook. En ik neem aan, als je kijkt naar de hoogteverschillen eigenlijk, dat we hier ergens erop moeten klimmen. En dat we dan naar binnen kunnen. En ik weet niet of dit werkt. Nope. Misschien vanaf die container. Je weet me nooit. Die game is een beetje glitchy. Yep. Die sprong. Dat is een onmenselijke... Nee, natuurlijk een backflip. Maar dat is een onmenselijke sprong. Kom op. Dit. Oh, nou doet hij het niet. Come on. Please werk. Nog een keer. Yep. Dat is toch een onmenselijke sprong. Dat is echt bullshit. Maar doe maar. Oh. Gebruik te springen. Ik kan zelfs het hele dak op. Kijk eens aan. Niet dat ik dat wil, maar het kan. Oh, en natuurlijk een backflip. Fox sakes, Marcus. Doe rustig met je flips. Hey, kunnen we nou door de voordeur? Dat zou ook fijn zijn. Yep. Oké, dat is goed nieuws. En zou wel dus dat ik de springen gebruik? Nou, gaan we dat eens even doen. We zijn in ieder geval binnen, dus dat is iets. En dan gaan we nou eens even naar boven. En dan hebben we daar een deur. En die zit daar bij de gesloten netwerkterminal. Oké. Prima. Dan gaan we hier door het luchtrooster heen. Perfect. En dan moet deze kant even open. Oeh. Voor de rest is hier helemaal niemand. Ideaal. Gaan we dit eens even ontgrendelen met ons mooie USB-poort hack ding. Geen idee wat het moet voorstellen. Maakt niet uit. Het werkt in ieder geval. Dat is het belangrijkste. En dan kunnen we nu naar binnen. Dus roepen we die terug. En dan doen we mooi de deur open. En dan gaan we eens even de computer hacken hier. Om te kijken waar de pre-orders zijn. Where are you? Got it. Oké. Geen idee wat het is, maar hij is heel blij. I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Luddites. Natuurlijk. Natuurlijk is dat ook gewoon naast waar we zijn. Standaard auto. FP7F2. Stil de vrachtwagenlading. Hoe zit het hier verder met alle mensen? Ik kan wel even de drone gebruiken. Het lijkt me handig, hè. Want de drone heb ik namelijk geüpgraded. Waardoor die mensen gelijk kan scannen. Ook door gebouwen heen. Dus dat is wel heel wat handiger, zeg maar, om te hebben. Voor de rest lijkt het hier vrij rustig. Als ik het zo bekijk, daar hebben we een deur. We hebben daar een forklift. Daarboven nog wat camera's. Maar hiervoor is dus ook mijn drone. Dat leek mij tenminste handig om voor zulke dingen te gebruiken. Oh. Oeh. Die man die zag hem bijna. Dat was niet zo positief. Waar is dat hackding hier binnen? Oh, hier. Uh-oh. Volgens mij zijn ze zich bewust van mijn drone. Dat is niet echt positief. Kan deze deur open? Ja, die kan open. Oh, sorry. Deur open. Trom de deur. Die deur moeten we hacken. Dat kan mooi vanaf hier. Bam. Awesome. We hebben daar twee dingen om op te pakken trouwens. Een upgrade point en geld. Dus dat gaan we ook zeker nog wel even doen. Kunnen we dit hek openen. Ik kan in principe die vrachtwagen laten rijden. Alleen knalt hij dan keihard naar voren. Dus dat lijkt me niet zo heel verstandig. Ik zei, ja, ik kan het wel doen. Waarom niet? Ik moet niet naar achter drukken in ieder geval. Oh, perfect. Helemaal perfect. Is dit nog steeds verboden gebied? Ik heb geen idee. Ja, nog steeds. Oh, buiten bereik. Niet goed. Ik kan achteruit gaan rijden. Oh, dat was vooruit. Sorry. Ik wou achteruit rijden. Dank u. Dat was ook niet mijn bedoeling. Wat ik wou doen was heel iets achteruit. Maar dat kan niet. Omdat je echt gewoon aan of uit zet, zeg maar. Maar naar achteren en dan vervolgens daar naar buiten rijden. Zodat we buiten het gebied zaten, maar... Kom maar goed, we gaan er naartoe. We moeten sowieso nog even die ding oppakken. Die pakketje. En we kunnen naar binnen, want we hebben de key en de rest. Dus dat is ideaal. Die drone is echt zijn geld wel waard. Daar ben ik echt super blij mee. Nou moeten we alleen hier nog sneaky naar binnen. Zonder dat iemand het boeit.
Come on. Oh. Oké. Dat ging redelijk goed. Oh. Kut, is nou iedereen in paniek? Ja, yep, dat gaat zo snel, jongen. Eén iemand ziet je heel iets en gelijk is iedereen in paniek en lekker agressief. Dat is zo leuk. Hey, we moesten dit oppakken, dat was geld. En hier hebben we nog een ander ding. Oh, daar zie je die kist. Yay, onderzoekspunt. Nice. Oh. Bye bye. Au, 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 au. In die vrachtwagen, heel snel. Stap in. Oh, open. Ah, die poortje. Ah, au. Au, ik ben dood. Kutzooi. Fuck. Ah, die poort die was dicht. Net was die nog fucking open. Nu was die dicht. Come on, game. Come on. Oh ja, hopelijk gaat het deze keer wat beter. Ik heb alles nog even een keer gescout. Even bekeken hoe en wat. Ik heb de auto nu gewoon hier laten staan. Zodat we zelf weg moeten rijden. Maar ik heb alle poorten deze keer wel geopend. Voor de zekerheid. Dat was sowieso niet de lul zijn. En daarboven is een explosie geweest. Dus vandaar dat iedereen in paniek is. Nu boeit het niemand dat ik hier rijd, blijkbaar. Oké, nu wel. Ah, fuck. Dit ding rijdt even voor een zak. Come on. Gas, 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 gas. Oké. We did it. We did it. We hebben de auto. We hebben de fucking producten. Ah. Dat was een hele opluchting. Dat ging heel veel beter. I got the shipment and I'm inbound. I already the welcoming committee. Hey, dan rijden we naar de ranch toe en dan zie ik jullie het alweer. Hey, daar zijn we dan bij ranch. Garagedeur open. Persoon aanrijden. Wat niet zo heel slim is. En naar binnen. Tell me I got something good. Nope. Trash. Trash. Oh, ho. Oh. Well, you got the goods. Is it actually good? It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. Alright, well, I will get this little fucker prepped while you go get us some caffeine. Wait, you want me to get you two coffee? No, he's a robot. I want you to get us caffeine. He'll take a decaf. Die French is echt een Mongol. Echt een Mongol. Ik vraag me wel af of we nu daadwerkelijk koffie moeten gaan halen, want er zijn echt koffieshops in deze game. Maar we hebben er wel even 18.000 volgers bij, dus dat is sowieso positief nieuws. En dan zullen we eens even kijken bij de DedSec app of we iets nieuws hebben voor Home. Home Sweet Home. Een keer terug naar de hackerspace. Oké, dan gaan we daar naartoe. Hey dude, where you at? We can use a hand at the hackerspace. These home toys are 2.0 for a reason. Hoi, right, dan gaan we naar de hackerspace toe. Zie ik je daar alweer. Hoi, daar zijn we dan in de hackerspace. Dus even kijken wat er allemaal met die robot aan de hand is. Sweet. Yes, sir. Yes, sir. Did a good job. I'm not saying you're blaming me. I'm just saying that right. Hey, no, that's not allowed. You're asking me to reprogram it from the beginning. Stop. Oh. Nice. Well, we got it. Good job. No more rules. These are like liquid cocaine. You think that's a good idea for Josh? Nope. Not gonna happen. Here we go. Yeah! I just want to say that everybody
everybody here to motherfucking DedSec that we are the baddest motherfucking hacking, coding, stealing. Well, we don't brother, tell the cops I said that shit. But cheers to us, DedSec. All right, dude. Next step is to find a smart home and break into its server. How's the display unit at their head complex looking? Let's see. Security's lax. Should be safe to test for 0 day. Should be? Thanks for the optimism. Hey, dan gaan we naar huis toe. Ik vraag me trouwens wel af waar Horatio was al die tijd. Want we zaten volgens mij de hele tijd met z'n vieren eraan te werken. En die duurt ons weg. Terwijl we oorspronkelijk met z'n vijven zijn bij DedSec. Maar ja, misschien krijgen we daar nog een antwoord op. Zullen we het allemaal vanzelf zien? Ik ga naar het huis toe. En hier zijn we dan bij een homehuis met allerlei fucking lasers en de rest. Dus dit gaat nog heel erg gezellig worden volgens mij. Oké, testen 0 dag kwetsbaarheid van Home 2.0. The 0 day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Home stores all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to sound the alarm. Got it. Oké, we kunnen daar beneden ook iets hacken. Ik weet niet wat dat is, maar... Blijkbaar kan ik een persoon hacken. My systems are operating optimally. Juist. Beveiligingsuitleg. Laten we het ook even bekijken trouwens. Beveiligingssystemen komen voor in 2 vormen. Als beveiligingsdetectoren en als beveiligingslasers. Gebruik NetHack om het scangebied van een bewegingsdetector te onthullen. En L1 een driehoekje om beveiligingssystemen uit te schakelen om er onopgemerkt langs te komen. Her name's Cindy. And I can't stand that friggin' stream. She broadcasts from her room nearly 24/7. I keep telling her her shit's not secure. People are talking about her on the street. She's becoming a celebrity. Any priests or sweaty van owners? If somebody hacked her cam and found out where she lives... I can't even. We should ja, dat is het risico van YouTuber streamer zijn. Prove her system is not secure. You don't mind me embarrassing her on live web TV in the process? No. Then I can go all, I told you so, to her stupid ass. I'll see what I can do. Zo cool, al deze sidequest-achtige dingen die zijn zeker wel goed gedaan. Gewoon omdat je ze activeert door iets te vinden in, gewoon in een map. Dat maakt het zo heel goed. Maar er is hier 1 robot, daarboven. En voor de rest alleen lasers volgens mij. En ik kan die lasers... Oh, daar is ook nog een robot trouwens. Maar ik kan die lasers uitdoen. Voor zover ik weet. Dacht ik. Nope, blijkbaar niet. Kut, ik dacht dat ik dat kon. Er is namelijk een skill waarbij je dat unlocked, maar... All clear. All clear, zegt de robot. Oké, we kunnen daar naar binnen met een kleine drone. Dat is de oplossing. En we hebben trouwens ook een paar camera's, maar... We gaan wel gewoon naar binnen met de drone. Oké, waar is die robot? Daar. Oh, fuck you. Kalma, robot. Grote stofzuiger. Oké, die ziet niet wat. Hier omheen. We moeten hier een ding hacken. Dus gaan we hier snel naartoe. Oké, nou, dat is de key voor de deuren en de rest. Dus dat is al positief nieuws. Kunnen we dat ding nog hacken? Nee, ik ga het niet proberen. Daar kunnen we geld op pakken. En... Waar moeten we daar naartoe? Ik moet even wachten dat die robot een beetje uit zicht is. En dan nu. Snel deze shit erin pluggen. Voordat die robot ons ziet. Was dat alles? Oh nee, download de opnames van de server. The smart house of the future. As you enjoy your tour of our facility, please take the time to truly engage with the space. Touch, feel, open, and use every object or item as you so wish. This is your experience, your journey. And when the time comes to make your decision,
Remember, it's not a house unless it's a home. Dat was al ziek. Gewoon de auto hier hebben staan als een soort vitrine-object samen met de motor. Dat is fucking awesome. Dat is echt ziek. Ja, robot. Boze robot. Help. Oké, we moeten hier naar binnen. Kijk aan. Ik neem aan dat we op... Of moet ik hier echt naar binnen nu? Ja, dit kan ik blijkbaar niet doen met de drone. Jawel, toch wel. Die robot komt eraan. Snel, snel. Oké, die robot draait zich om. Ha! Die robot is retarded. Verlaat het gebied, that's it. We zijn voor de rest zelf het hele huis niet binnen geweest. Oh, dit blijft zo belachelijk, maar wel awesome dat het kan. En ik kan die lasers dus nou nog steeds niet uitdoen, dus dat is kut. Maar ik kan wel naar binnen eventueel. Dat is iets. Ik wil alleen eigenlijk weten... No. Even naar beneden rijden, want ik wil eigenlijk die cash ook wel oppakken daar. Op het balkon. Maar ik wil weten of ik die robot kan hacken. Volgens mij wel. Nothing to report. Ja, of niet? Nee, dat is de deur. Nope, ik kan die niet hacken. Roboteer. Oké, dus dan kunnen we wel naar binnen, maar dan moeten we sneaky zijn om daar geld te zetten. Oh. Daar ging niet zo bij. Oh, het is ook maar een heel klein geldbedrag trouwens. Daar gaan we niet eens moeite voor doen. Ik dacht dat het een grote tas zou zijn met $19,000 of zo. Dat vind ik het nog wel waard, maar dat absoluut niet. Maar ja, we hebben hem gehaald. Dat is het belangrijkste. En we hebben ook gelijk een auto. Perfect. Mooi, 18.000 volgers erbij. Die zijn ook altijd welkom. Hey guys, the server was a bust. What do you mean? You had access. It's just a relay point. The data's being stored off-site. No. That's not how this hardware works. If they'd installed something different, I... Josh? You still there? Looks like he's speed reading a series of intercompany memos. We'll get back to you on the how. You chase up the why. On it. Alright, nieuwe missie. Dus even kijken, moeten we doen? Vind de signaalbron van Home 2.0. En dat is daar. Dus ga ik daar naartoe rijden. Dan zie ik je zo meteen weer. Hey, daar zijn we dan bij wederom een gebouw van Home. Dan gaan we zo meteen naar binnen waarschijnlijk. Ook al moeten we eerst hier iets hacken. En ik hoop dat je inmiddels al gemerkt hebt dat Marcus iets anders gekleed is. Hij ziet er heel netjes uit. Hij heeft ook een mooie tas op zijn rug. En hij ziet er gewoon heel erg netjes uit. Mag ook wel, voor $26,000. De pak en de schoenen en eigenlijk en ook de tasje alleen was $7,000. Maar ik dacht, ja, fuck it, waarom niet? Hij ziet er wel heel vet uit. Hij doet me vooral met deze bril een beetje denken aan Will Smith van Men in Black en eigenlijk. Dus ik vond het wel vet. Ik vond hem echt wel vet eruit zien. Maar ja, we zullen dit gaan hacken en eens even kijken wat we allemaal moeten gaan doen. Okay, here we go. Wow. Home's got streams coming in from all over. I don't think this is just 2.0 we're looking at. You're right. There's way too much here for the limited number of devices that are already live. I'm gonna dive into this system, see where all this juicy information is winding up. Keep us posted. Alright, wij moeten dus naar binnen toe, maar ik zie daar zo'n glazenwasserkarretje. Dus ik neem aan dat we dat mooi gaan gebruiken. Ik sta ook in het midden van de straat volgens mij momenteel. Maar ik neem aan dat we dat mooi gaan gebruiken om binnen te komen. Want de voordeur zal wel niet werken. Denk ik niet. Ondanks dat we er heel netjes uitzien. Denk ik niet dat ons toegang verschaft om binnen te komen. Dit karretje is trouwens ook wel super betrouwbaar, zo het schijnt. Dat ding dat wiebelt een beetje heen en weer. Niet zo positief. Het valt nu ook wel totaal niet op. Een hele nette man die daar zo'n karretje instapt. Dat is volkomen normaal. Oh, kalm aan, jongeman. Uitkijken. Oh, dat ding schudt een beetje tegen de muur aan. Rustig aan. We komen er wel. Holy fucking hoe ook. Oké, afstappen. Nou, eens even kijken. We moeten verder doen. We hebben daar een camera.
Daar kunnen we iets besturen. Ah, daar kunnen we naar binnen toe. Haha, dat is wel slim. Oké, gaan we deze naar beneden gooien. En we hebben hier ook gelijk een hek. Ideaal. Als die... moet ik zelf natuurlijk naar beneden gaan. Ha! Ik kan eventueel die camera even gebruiken. En dan kan ik die hek meepakken, hoop ik. Nope. Die. Nope. Is er ergens een hekje? Die camera. Ja, die bedoel ik. Dank u! Dus dat hebben we al gefixt. Dan kunnen we nu verder naar beneden. Dus gaan we dat eens even doen. Op zich zijn er niet heel veel guards, volgens mij. Die guard die staat daar maar echt te kut, om eerlijk te zijn. Ja, daar was ik al bang voor. Oh, fuck. Auw, 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 auw. Waarom schiet hij op mij? Fuck off. Laat me met rust. Ik kan hier ook niet vanaf. Ik kan geen enkele kant op. We zijn gewoon kaart genaaid. Daar komt het eigenlijk op neer. Hé, daar zitten we dan weer in het bakje des doods. Dat ging net echt super beroerd. En we kunnen nu wel gelijk die dude hacken. Dus dat helpt al wel. Ik heb voor de rest iedereen hier gespot met de drone. De drone is daar echt super goed voor om gewoon van alles te scouten, zeg maar, en te spotten. En er is daar ook nog een luchtventilatierooster. Dus ik wil nu proberen om vanaf hier, vanaf dat bakje. Ik word hier niet gespot, dus dat is fijn. En voor de rest heb ik hem naar rechts geplaatst, zeg maar. Wat ik vergeten was, want dan konden we daar zelf ook op dat dakje klimmen. Maar dan gaan we hier naartoe springen. Daar kan die drone net hebben. En dan kijken of we daar naar binnen kunnen springen. Kijk, want daar is dat rooster. Dus als ik daar naar binnen kan, het zou ideaal zijn natuurlijk. Want dan kunnen we van alles doen zonder dat iemand ons ziet. Hey, dit is het perfecte moment. Help. Op de rand blijven, oké. Okay. Ben je allemaal aan het doen? Peukje in het pakken, oké, prima. Rij door de plantenbak. La 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 la. Ha, daar is die andere kaart. Oké, we zijn binnen. Zonder gekloot. Dat is positief nieuws. Oké, we hebben hier links ook nog een ding. Kijken wat dat is. Audiobestand. Daar hebben we ook nog een ding. Oh. Uit de buurt blijven. Die guard, die vind ik niet echt lief. Oké, hij loopt ook de hele tijd heen en weer volgens mij. Vindt hij leuk. Oké. Okay. Hacken. Oh fuck. Dat ging nog goed. Phew. Dit is intens. Heel erg intens. Home is qua dat een goed bedrijf. Is heel veilig, maar... Wat moet ik daarmee doen? Kan ik dat hacken? Wat de fuck is de bedoeling? Ik kan dat niet veranderen. Dat is een glazenwasserlift. Oh. Oh fuck. En daar kan ik niks mee doen. Voltooi de netwerk bypass voor toegang. En dat is een blauw ding wat naar buiten loopt. Maar naar wat? Ik weet niet waar de fuck ik wat weg kan halen nu. Blijf je daar een beetje staan? Maar voor de rest kan ik momenteel niet echt wat doen. Want dit kan ik niet hacken. Oh, kut, sorry. Maar dat kan ik niet hacken en voor de rest het andere ding kan ik niet besturen. Allee, ik hoop dat niemand mij hier ziet. Dan gaan we eens even kijken met de drone. Dan gaan we even naar boven vliegen. Hoppakee. En, kijk. Een fucking puzzel op de buitenmuur. What the fuck, jongen. Wie heeft dat ooit verzonnen? Oké, dat doorsturen. Dat zo rond. Dan kunnen we die unlocken. Dan maak ik daar geen zak uit wat we doen. Oh my god, jongen. Een puzzel over het hele gebouw. What the fuck, home. Echt, what the fuck. Oké, die unlocken. De hele toren op. Hiervoor moet je die drone ook wel hebben eigenlijk. Voor mijn gevoel tenminste. Anders moet je nog wel redelijk goed bezig zijn om daar die hele toren dingen te kunnen doen. Ah, dan kunnen we dit activeren. Bam. We zijn binnen.
En dan kunnen we nu dingen hacken. Zoals dat die. Wat is dit? Videolog. Volgens mij houden zij gewoon alle bestanden bij van mensen. Volgens mij is dat hun hele idee. Gewoon alles jatten eigenlijk van mensen. Alle, voor chantage, zeg maar. Dus alle beelden juist op hun eigen servers opslaan. Om te gebruiken voor chantage. Zoals dit. Want het ziet er allemaal wel heel erg gezellig uit zo. Al die camerabeelden. Daar nog een ding. Ze houden alles heel erg goed in de gaten. Okay, opening the floodgates. Now. Hey, DedSec. Gus, get Humani down here. Someone's patched into the servers locally. We don't know what they saw or who they're working with. Don't let them leave. Okay, maar ik moet dus binnen bereik zitten van dat ding. Marcus, okay. What did you do? What do you mean? I gave you guys access. Yeah, and alerted Holmes' private security at the same time. They gotta have an auxiliary system monitoring their connections. Just hole up and wait it out. We'll siphon everything as fast as we can. Okay, hurry. Allee, wij zitten hier mooi op een plekje waar niemand zal kijken. Want ze kunnen ons ook niet zien. En dan kan ik volgens dat ding weer naar beneden gooien om te ontsnappen via boven. Perfect. Alleen de gegevens ophalen duurt wel even. Dus het was wel oorspronkelijk de bedoeling dat we zelf naar binnen zouden gaan. Maar goed, dankzij dit net binnen het cirkeltje. Dus dat is wel een uitkomst. Puur voor het geval dat ga ik even zitten. Ik weet niet of dat helpt, maar we zitten nu in een hoekje. Het lijkt me net iets verstandig, hè. En dan gooi ik dit ding naar beneden. Zodat we erin kunnen klimmen in geval van nood. Want je weet me nooit. Straks zien ze me opeens toch wel en dan... Ben ik de lul van dan moet ik eerst dat ding naar beneden sturen. Kijk, dat dacht ik al wel. Oké. They found me. Au, 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 au. Ik moet naar die hoek toe. Ah, help. Oké, wapen, wapen. Fucking, dan wapen. Ah, 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 ah. Ik word vanaf daar hard beschoten. Oké. Kom op. Fuck. Het gaat er echt hard aan toe hier. Schiet op jongen met je gegevens. Duurt lang. Hebben we geen snellere verbinding? Dit wapen is wel fijn trouwens moet ik zeggen. Oh fucking granaat. Fucking granaat. Hoe de fuck staat die dude op de rand? Ploft die granaat nog een keer? Maar die granaat is blijkbaar ontploft. Oh, come on nog 15%. 13. 12, schiet op. Dat geluid is trouwens stront-irritant. Fucking hell. Ik denk alsof het er iets gaat ontploffen. Die robot zit er als een casual door de muur heen. Zie je die outlines hebben. Die zit gewoon casual heen en weer te rijden. Wat een kut ding. Kom op, 1%. Yes, we did it. Oké, weg hier. Verlaat het gebied, heel snel. Hierin. We sturen naar boven. De andere kant op. Dat was naar beneden. Damn. Dat was het avontuur wel, hè. Fucking hell. Oeh, dat ziet er wel heel mooi uit zo. Zo verlicht die brug. Dat is wel heel erg nice. Ik moet er eigenlijk nog steeds geld op pakken. Nou, pagat. Don't care. Eens even kijken. We gaan gewoon naar beneden, lijkt mij. Dan zitten we buiten die ring. We zullen heel veel wachten tot we ontsnapt zijn. Want anders krijgen we gelijk de politie achter ons aan. Dus ik ga hier mooi even inzitten. En dan doen we de kuitje naar beneden. En dan weten we zeker dat alles goed gekomen is. Oké, verdwenen. Perfect. Dan hoop ik dat het die duurt allemaal niet zoveel boeit. Nope. Hij loopt maar gewoon voorbij. Perfect. Echt perfect. Mooi, quadcopter terugroepen en die zweefde daar nog in de lucht. Goed bezig. Doel voltooid. Oh yeah. Oh man. What? Not cool. Way not cool. Satara, what's he seeing? Holmes packaging users together into different streams and selling access to other companies. Mostly health insurance looks like. So what? So you order pizza too often, your premiums skyrocket. And home gets a kickback.
Wow, that's nasty. That's just scratching the surface. We'll run through it on our end and pick out juicy details for the smear vid. What's that guy doing? Why does he have a toilet brush up his ass? Hey, spoilers! Spoilers! Ik wil niet weten wat die man met zijn wc-borstel doet. Maar ik had op zich redelijk goed met chantage. Maar ze gebruiken het dus nog op een ergere manier. En dat is gewoon door de gegevens te verkopen. En dat is echt gewoon slecht. Super slecht. Vooral omdat het dus gaat zoals dingen als zorgverzekering en shit. Dat is echt gewoon belachelijk. No spoilers, I promise. Sit smear vid is close to perfect. So I picked us up a sweet ride to take to Sutro. Want to help me prep the station? You need me to hack it, don't you? Luddites, man. On my way. Alright, dan gaan wij dat doen in de volgende part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet zeker niet even te liken. Op de achtergrond wordt een auto gejat door iemand. Dat is ook wel cool om te zien. Dat is wel heel erg cool om te zien. Dat we niet de enige zijn die auto's jatten. Maar ja, ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet zeker niet even te liken. En dan hoop ik weer te zien in de volgende video. Laters!